Het is vandaag donderdag 14 maart 2019. Kijkers en luisteraars, goedemorgen en welkom dan bij deze nieuwe aflevering van Martin Takkie. Ik ben uw gastheer, Carlos Lindveld is mijn naam. Een week terug had DC Margherita Malonti aangegeven dat het gedrag van de Fransen in de grenskwestie niet langer getolereerd moet worden. En dat gaf ze dan ook aan in het journaal. En dat deed ze dan ook samen met Jan Afiankoi, kenner van het boven Marowijne gebied. Vandaag gaan we dus verder in op deze uitspraken gedaan door deze districtscommissaris en ook door de kenner van het boven Suriname gebied. En waarom? Omdat deze kwestie nog steeds speelt. Er zijn nog steeds onderhandelingen gaande tussen Suriname en Frankrijk over de daadwerkelijke grens tussen Suriname en Frans-Guyana. Vandaag zijn we iets wat later gestart met deze Martin Takkie vanwege technische problemen. Wij bieden onze verontschuldigingen aan en we zijn er toch blij omdat u afgestemd bent gebleven op de STVS op kanaal 8.1 om zo deelgenoot te zijn van deze Martin Takkie. En verder ook voor de luisteraars die afgestemd zijn op de SRS op de 96.3. En volgt u het wereldwijd is het via www.radiosrs.sr. We hebben gasten uitgenodigd vandaag en onze gasten spreken dus vandaag over een aantal onderwerpen. Onder andere wordt er een districtsraad, wordt de hoorzitting gehouden van de districtsraad van Paramaribo. En daarvoor hebben we dus twee vertegenwoordigers uitgenodigd. We zitten in de Mondhygiëne Week. Daar zullen we dan ook aandacht aan besteden. En we hebben dan ook de boomkenner uitgenodigd, de heer Frits van Troo. Want er is veel op zijn hart, want tutor dif takkie. En dat zal hij dan ook vandaag doen in deze Martin Takkie. En we besteden dan ook aandacht aan wat er is gezegd door Margherita Malonti en Jan Afiankoi. Want ons grondgebied is ons heilig. En daar zullen we dan ook aandacht aan besteden in deze Martin Takkie. Elaine Gondorf. Goedemorgen. En Cynthia Wimpel Lapar heb ik vandaag bij me. Ze zijn districtsraadsleden van Paramaribo. En een hoorzitting wordt gehouden in het district Paramaribo. Ik wil weten van jullie beiden, hoe belangrijk is dat voor het district? En is het de enige vergadering die jullie het gehele jaar door houden als districtsraad? We roken. Tuurlijk. Ik begin bij mevrouw Van Darf. Ja. Ja. En zaterdag aanstaande hebben we onze jaarlijkse hoorzitting. Mm-hmm. In KOB om 7:00 s'avonds. Inloop is 6:30. En, dit doen we nadat de hoorzittingen in de resorten zijn gehouden. De 12 resorten van Paramaribo. En nu is het de beurt aan districtsraad. Mm-hmm. Ja. Maar is het de enige vergadering dat jullie houden voor het hele jaar? Dus samwa sabere. Of dat je hoorzitting naar enige activiteit zou denken, districtsraad reden. Ik hoor van heer Jari. En dus dat want dat je dan in vijf jaar ting naar vijf jaar zien om te vergaderen, mevrouw Lapar. Nee hoor. nee. Ook van mij kant, goedemorgen. Goedemorgen. De hoorzitting die aanstaande zaterdag gehouden wordt, is dat wij vanuit de 12 resorten van Paramaribo het districtsplan klaar hebben. Zij maken hun resortplan na hun hoorzittingen. Dus ze hebben hun huiswerk gemaakt. En ja. Wij hebben de onze gemaakt en we gaan het nu presenteren aan Paramaribo. Mm. Het is de bedoeling, dus die vergadering, die hoorzitting is openbaar. Ja. Echter, de enige personen die mogen ageren eventueel zijn de resortraadsleden, want die zullen daar ook zijn. Ja. Dus publiek, dus het publiek zijn, is welkom. Is welkom, maar zo is er nog iets. Maar ze hebben geen inspraak meer. Nee. Dat moesten ze eerder hebben gedaan. Ja, of ja. Via een van hun resortraadsleden. Uh-huh. Ja. Dus dat wil ik wel duidelijk okay. Stellen. Dus dat districtsplan is eigenlijk al opgesteld. Ja. In concept. Ja. En het moet dus worden gepresenteerd. En dat ook badang. Ja, dan wordt het aangeboden aan de minister van. Ja. Natuurlijk eerst naar de DC en dan de minister van regionale ontwikkeling. Ja. Ik ben er benieuwd naar. Wat is onder andere opgenomen in dit plan?
Nou, dat is een mond vol hoor. Maar het zijn 12 resorten. Ja. Wel, wat me nu te binnen valt is onder andere dat men bijvoorbeeld op de ringweg is. Ja. De ringweg is nu eenrichtingsverkeer, toch? Ringweg Noord en Ringweg Zuid. En ze hebben als het ware herinnerd om die tussen een bruggen, zeg maar, daar te maken om het te vergemakkelijken, omdat er wat ongerief was vanwege zaken daar enzovoort. En, dus dat is meegenomen, één van de zaken? Ja. Ja. Goed, u bent districtsraadslid. Jawel. Dan Wansabi, klopt men ook bij u aan van nou, mevrouw Gondorf, door op zijn district, maar want dat kapistor is ook toen aan u? Altijd. Ja. Altijd, we hebben altijd een mensen gehad van de verschillende resorten, met verschillende problemen. Ja. En zo proberen we het op te lossen, met de mensen samen en de RR-leden van de verschillende resorten, want je kan ze niet uitsluiten. Ja. Dan, als iemand naar jou toe komt en ze zeggen van ja, ik ken zo iemand niet of ik ken de resortraad niet, dan moet je de resortraad wel in kennis stellen. Ja. Want eigenlijk aan te geven van er is zo'n probleem en we hebben de mensen gehad, we hebben ze aangehoord en dan gaan we samen met de mensen en de resort en de resortraad naar een oplossing zoeken. Ja, want eigenlijk degenen die op DNA-niveau zitten, op DR en RR-niveau, zijn er daar omdat ze zich dienstbaar moeten opstellen naar de Surinaamse bevolking toe. 100%. Want jullie zijn volksvertegenwoordigers. Yes. En men verwacht veel van jullie. Toch ben ik er naar benieuwd. Soort toren is mee kunnen hebben, onder andere. Een hete hangijzer was dat van die massagesalons. Kregen we elke week mensen op onze dak wat dat betreft van de verschillende resorten. En de woonwijken waar kinderen, dus eigenlijk kinderrijke buurten, waar de salons reizen als paddenstoelen om het zo te zeggen. Ja. En die mensen zijn er niet happy mee. Hoe hebben we het opgelost? Nou, we zijn er nog bezig mee, want er zal een ordening aan te pas moeten komen. En dat moet je gieten in een stuk verordening, want wij maken verordeningen die eventueel vergeven kan worden tot wet. Ik wilde even een aanvulling op een vraag die u stelde, want u vroeg of dat de enige vergadering is. Dat gezegd hebbende met wat geeft al aan dat dat niet de enige vergadering is die we houden. We hebben onze plenaire reguliere vergaderingen op elke eerste donderdag van de maand. In onze eigen vergaderzaal, want die hebben we. En verder heb je commissies en je bent elke dag bezig. Ja. En commissievergaderingen en je moet bezoeken afleggen. Je moet dingen gaan bepleiten bij instanties enzovoort. Ja. Dat van de massagesalons, ik ben daarnaar benieuwd. Tijdens de hoorzitting, komt het ook voor in het districtsplan? Wat staat erover geschreven? Nou, dus het zijn desbetreffende resorten die hebben aangegeven dat ze er moeite mee hebben. Dat deze ondernemingen, om het maar zo te noemen, in hun woonbuurt worden opgezet. Ja. Begrijpt u? Het is storend, vooral in kinderrijke buurten. Bijvoorbeeld, wij als districtsraad hebben een klacht gehad van een mevrouw die bijna wil verhuizen. Ja. Want ze woont in een mooi huis, kinderrijke buurt, en ze heeft zelf kinderen. En precies aan de overkant van haar is er dan zo'n salon. En het is lastig, want het valt die kinderen op, dus ze worden nieuwsgierig, gaan kijken. En men wordt dan boos, want men vindt men moet ondernemen en zaken doen. Maar we zijn ermee bezig om een toepasselijke oplossing hiervoor te zoeken. Goed. Wilt u weten wat er het komend jaar in het vooruitzicht is gesteld voor het district Paramaribo? Dan zal u eigenlijk ook deelgenoot moeten zijn van deze hoorzitting dat er zal worden gehouden door de districtsraad van Paramaribo.
Wel gaat u dus niet persoonlijk een inbreng kunnen hebben daarin, maar dan moet u een resortsraadslid van uw resort toch wel even aanmoedigen van hey, de kapistordici bepleit ervoor, zodat Asan kan alsnog ja, dat het nog van de grond kan komen. Yes. Ik bedank jullie beiden. Het is 20 maart. Nee, 16 maart. Komende Ingang. Zaterdag. Ja. Ingang. KOB Burenstraat. Ja. Inloop is half Inloop is half zeven. Ja. En we beginnen om 7 uur. Ja, en we zijn aan de Burenstraat. KOB yes. gebouw. Goed. Is er nog een laatste opmerking dat u wenst te maken? In een eerder interview elders heb ik aangegeven dat kijk, die hoorzittingen en dat soort van dingen zijn onderdeel van het decentralisatieproces. En ik merk dat het wel begint te dagen. Het stukje bewustwording komt langzaam op. Dus bij deze wil ik iedereen aanmoedigen aandacht eraan te schenken. Ja. Wij zijn Paramaribo, wij zijn zaterdag aan de beurt. Als men en de overige districten wil ik dan vragen dat men in de gaten houdt wanneer zij aan de beurt zijn. Okay, goed. Ik bedank u. Dank u. Mevrouw Cynthia Wimpel-Lapar tot besluit. En zoals ze dus tezamen met mevrouw Elaine Gondorf en ze zijn bij de districtsraadsleden van Paramaribo.